Oh, ik zie er heel moe uit. Goedemorgen, het is nu zondagochtend, 7:15. En vandaag is mijn Dear Good Morning ontbijt event. Ik heb er echt zoveel zin in. Mijn werk stond om 6:00. Ik dacht, yay, het maakt helemaal niks uit dat het zondag is, dat het zo vroeg is. Ik zie er echt gewoon mijn gezicht of ik heb iets te veel make-up op. Ja, ik moet nog even bijwerken. Maar ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Ik neem jullie gewoon mee vandaag en ik ga natuurlijk weer vloggen. Oh, en ik mag dus zelf niets eten. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik heb vooral heel veel zin in de bingo. Nou, we zijn nu druk bezig. Eén sponsor is binnen. En hier zijn allemaal lekkere dingen. Oh, ik zal een beetje de ruimte laten zien. Dit is de keuken. Dan gaan we lekker allemaal dingen voorbereiden. En dan heb je hier nog heel veel eten. En er komt straks ook nog een sponsor. En zo nice, heel veel eten. En dan ga ik straks ook nog naar de bingozaal. Dus ik moet nu nog even wat dingen doen. Ik heb nog 3 kwartier en dan komt iedereen. Ik heb er zoveel zin in. Yay. En dan dit is een binnenplaatsje. Dus je kunt dus lekker gaan zitten, maar het is alleen nog een beetje koud. En dan is hier nog een soort van uitgifte waar ze uiteindelijk een goodiebag kunnen halen. En daar is mijn vriend en mijn zus, ze staan nog even druk bezig. En iedereen krijgt echt een huge ass tas. Oh god, echt al het eten staat nu. Het is zoveel en ik maakte me zorgen dat het te weinig zou zijn. Echt immens veel. Dus ik hoop dat iedereen gaat eten. En de bingo. Ja, dit zijn alle bingoprijzen achter mij. Echt de helft van de mensen kan denk ik wel een bingoprijs winnen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Het ruikt hier zo lekker naar eten. En dat brood is zo vers. Oh, en ik wou dat ik me helemaal vol kon vreten. Daarom ga ik sowieso in december een nieuwe doen. Zodat ik lekker mee kan eten. Want oh, ik heb er zoveel zin. Maar ja, alles voor een bikini fitnesswedstrijd. Zonde als ik nu op mijn event heel veel ga eten. En dat ik dan mee in de wedstrijd verknal. Dus ik heb zin in de bingo. Ik ga dan hier staan. Ja, mijn laptop staat er nu op. En dan heb ik echt zo'n rot. Om te gaan draaien. Nummertje 20. Oh, ik heb er zoveel zin in. Nog een kwartiertje en dan denk ik dat de mensen gaan komen. Yay! En helemaal achterin staat mijn zus om iedereen in ontvangst te nemen. En dan sta ik bij deze deur. Dat is echt groot hier. En dan gaan we zo beginnen. Woehoe. Ik ben verbaasd dat er echt zoveel eten ligt. Hier, kijk, daar kan je het wel zien. Bizar veel eten. En daar ook nog, ik ga even naar een andere zaal lopen. Echt bizar veel mensen hier zijn. Ik ga even kijken of andere mensen aan het eten zijn. Kijk, daar heb je sowieso van. Ze staan het eten. Kom eens. En hier staat ook nog allemaal mensen. Nu is het tijd om te bingoen. Fit met Charlotte, steek er even uit. We zijn nu alle kaarsen aan het uitdelen. En dan gaan we beginnen met de bingo. Woehoe. Oh, we zijn net klaar met de bingo. Ik heb echt geen stem meer. Ja, je hebt wel weer ook gewonnen. Wat? Ja, daar heb ik ook gewonnen. Ja, die mensen hebben allemaal prijzen gewonnen. Oh ja. Alle goodie bags zitten prop en prop vol. En wat hebben jullie allemaal meegekregen? Heel veel eten. Heel veel eten hebben ze meegekregen. Oh, het is voorbij. Zo raar, iedereen is weer weg. Het is gewoon voorbij. Waar ik gewoon een maand, 2 maanden mee bezig ben geweest om het voor te bereiden, is gewoon klaar. Dat is zo raar. En nu sta ik hier met heel veel afwas. Gelukkig hoef ik het zelf niet te doen. Ik heb echt last van mijn keel van het vele praten. Maar het was zo ontzettend leuk. Ik heb het zo leuk gehad. En iedereen was zo enthousiast. Iedereen was heel blij met de goodie bag. Ik heb echt genoten. Echt genoten. Jammer dat ik zelf niks mocht eten. Iedereen vroeg ook, mag je nou zelf helemaal niet? Nee, ik mag zelf helemaal niet.
Maar goed, des te meer de reden om weer een ontbijt-event te organiseren. En dan ga ik lekker eten. Ik wou zelf een pannenkoeken-ontbijt-event organiseren. Dus wanneer dat komt, december, januari, dan hou ik iedereen op de hoogte dat je erbij aanwezig kan zijn. Want dit was echt mega leuk. Nu snel opruimen en dan natuurlijk sporten, want ik moet ook nog sporten. Oh man, zo leuk.